Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 13 november. Het is bewolkt in Nederland en er valt ook af en toe wat lichte regen of motregen. Dat komt door een front dat precies boven het land ligt. Die bewolking die blijft voorlopig ook nog wel aanwezig. Die zal niet snel verdwijnen. En ook kan er nog wel wat lichte regen of motregen vallen vandaag. Maar vanavond dan gaat het vanuit het noordoosten geleidelijk aan opklaren. Hier op de kaart van 15 uur kunnen we die opklaringen al een beetje zien. Ik denk persoonlijk wel dat ze iets later komen, maar ze zetten wel door. En dat kunnen we zien als we de animatie aanzetten. Vanavond dan komen die opklaringen vanuit het noordoosten steeds meer het land binnen. En dan gaat de temperatuur ook flink dalen. Het kwik daalt zelfs tot onder nul. En dat betekent dus weer forst de komende avond en nacht in een groot deel van het land. Niet overal denk ik, want in het westen van het land daar blijft bewolking overheersen. En als we dan verder kijken, dan zien we dat morgen vanuit het westen de bewolking weer gaat toenemen. De opklaringen verdwijnen dan uit het land. Er ligt dan weer een nieuwe storing voor ons te wachten. Die ligt morgenochtend op de Noordzee en trekt geleidelijk aan naar het oosten en zal dus morgen gaan passeren. Met die storing komt ook beduidend zachtere lucht onze kant op. En dat betekent dat de temperaturen flink gaan stijgen in de loop van de dag. De maximum die vallen eigenlijk pas in de loop van de avond. Ik zet de animatie nog even aan en dan zien we dus dat die regen vanuit het westen over het land gaat trekken. We krijgen ook de komende dagen te maken met een westelijke stroming. Dat betekent ook dat we met die lage temperaturen gaan afrekenen. Vanochtend is het nog zo'n 1 tot 4 graden. En zoals gezegd, er valt af en toe wat regen of motregen. Misschien dat u zelfs in het noordoosten nog een vlokje natte sneeuw ziet. De opklaring die hier getekend is, die is eigenlijk wat te vroeg. Want die komt pas later op de dag. Nou, vanmiddag dan ook nog steeds veel bewolking. Als we dan naar de avond gaan kijken, ja, dan uh, klaart het op vanuit het noordoosten en gaat de temperatuur vrij snel onderuit. In het westen van het land, daar blijft toch nog wel vrij veel bewolking. Daar wordt het zo'n 1 tot 2 graden. En vannacht dan kan het in het oosten wel een paar graden gaan vriezen. Min 2, misschien lokaal wel min 3. De wind die waait dan nog steeds uit het zuidoosten is zwak tot matig, maar die gaat morgen dan draaien naar het zuidwesten. En dan krijgen we dus te maken met die bewolking en regen en gaan de temperaturen verder omhoog. Het loopt dan op het kwik naar een graad of 6, 7 aan het eind van de middag. En in de avond dan wordt het nog wat warmer. En hier zien we nog vrij veel zonnetjes, maar dat is dan eigenlijk het beeld voor de ochtend. Want zoals gezegd, vanuit het westen gaat het dan geleidelijk aan regenen. Die regen die spreidt zich dan langzaam maar zeker verder uit over het land. Dan de dagen erna, die zien er ook wisselvallig uit. Dinsdag tot en met donderdag wel hogere temperaturen, 11, 12 graden. Dat moet haalbaar zijn. Misschien wordt het op sommige plekken wel 13 graden. Het wordt dus duidelijk zachter, maar ook wisselvalliger. Mijn naam is Remo Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.